Hallo iedereen, ik neem eventjes de tijd om heel snel een video op te nemen voordat ik verder ga met mijn andere werk. Maar waarom? Omdat ik voel dat de energie naar de volle maan van zondag aan het opbouwen zijn. En door de verschillende planeetstanden ga je merken dat onze onzekerheden en oude wonden eigenlijk opnieuw getriggerd worden. Gewoon om te tonen, zodat we bewust kunnen worden over wat we eigenlijk nog te doen hebben. Dus als je in een discussie terechtkomt, of als iemand op je pijnpunten duwt, of op je oude wonden duwt, neem adem, neem een stap, of misschien zelfs 2, 3, 4, 5 stappen achteruit, zonder jezelf eventjes af, en neem de tijd om te gaan voelen wat er eigenlijk echt gebeurt. Want als je in plaats van de tijd neemt en achteruit gaat en je gaat gaan reageren, dan ga je sowieso meer problemen creëren dan wat er eigenlijk op dit moment nu maar nodig is. Dus ik hoop dat het jou wat helpt. Dus naarmate, en nu zeker met de nieuwe verstrengde maatregelen hier in België, laat je niet triggeren, laat je niet op je paard zetten, ga niet mee aan die angst, ga niet mee aan de chaos, keer naar binnen, adem, kom tot jezelf, doe de dingen wat je graag doet, al is het een boek lezen, al is het een muziek luisteren, al is het Netflixen, binge-watchen, maakt niet uit, volg gewoon dat wat je voelt dat je nu op dit moment nodig hebt. Als het mooi weer is, en ik geloof dat ze wel mooi weer geven, ga eventjes naar buiten, maar als het te druk is, als er bijvoorbeeld te veel mensen zijn, waar je wandelt, zoek een beetje plaats op, waar je niet zo getriggerd wordt door de energie van anderen. Want zeker als je gevoelig bent, en in het begin dat je aan het wakker worden bent, ben je daar nog veel gevoeliger voor, en is het veel moeilijker om je daarvoor af te sluiten. Dus neem de tijd voor jezelf. Zet jezelf van het weekend, dit weekend, laat ons zeggen tot en met volgende week dinsdag op de eerste plaats. Kies voor jezelf en ga niet in elke discussie mee. Ga niet in een verweer, zoals dat ze zeggen, kies jouw gevechten op een wijze manier. En vaak is zwijgen het beste antwoord. Dus ik hoop dat het jou wat heeft geholpen. Dan gaan we zien wat dat er de komende energieën zijn voor de komende dagen. En ik ga jullie natuurlijk op de hoogte houden van wat ik allemaal doorkrijg. En om jullie doorheen deze uitdagende periode weer te loodsen. Dus heb je vragen, loop jezelf tegen iets aan, zet ze gerust onder de video. En dan kijk ik op welke manier ik ze het beste kan beantwoorden. Zo. Geniet verder van je dag en tot in de volgende video.